Zeg maar. En Etty gaat op zijn gemak staan stofzuigen. Een half uur lang. Lekker tapijt. Hier mag weer een rotzooi opruimen. We hebben meteen een gezellig pakketje als we binnenkomen, meid. Nee. Oh. Wij kijken voor de 388ste keer deze week. Peppa Pig. Ze doet dus gewoon serieus. Kijk. Oh, nu wil je drinken. Ik was even aan het praten. Wat ik doe altijd als je weg wil. Rammeltje geeft lekker een hapje aan zijn zusje. Hij doet het niet. Oh, dus. Ik weet het niet. Kijk, dit is mijn beoordelingscomité. Zo, we zijn er weer met een nieuwe weekvlog. Ik moet heel snel praten, zie ik, want mijn batterij is nu al leeg. Lekker begin ook dit. Ik ben me aan het opmaken bij de meisjes op de kamer, want die zijn de hele tijd aan het huilen als ik niet in beeld ben. Dus ik dacht, ga lekker hier een make-upje op doen, want dan hoor ik tenminste niet de hele tijd dat geschreeuw op de achtergrond. Goed, ik ga eerst even mijn camera laden voordat ik de weekvlog verder ga, want dat ding is leeg. Oké, we hebben dus cupcakes gemaakt, mijn telefoon is weer opgeladen. Kom, we gaan lekker proeven. Ik moet even een lepel pakken. Wij moeten een lepel pakken, oké. Ik ben benieuwd of ze smaken. Volgens mij zijn ze een beetje droog. Ze zijn wel lekker. Ze zijn goed gelukt juist. Ja. Lekker. Ik ga het receptje even in beeld zetten. Jij een lepeltje? Nee, hoeft niet. Doe het zo wel, schat. Lekker. Ik doe het even. Het is vandaag werken. Vorige week natuurlijk geen vlog geüpload. Wat zo druk was met het nieuwe programma dat we hebben gelanceerd. Het afvalprogramma, 6 weken afvalplan. Is het echt gekkenhuis geweest. Kerst viel natuurlijk midden in de week. Waardoor we 2 werkdagen soort van kwijt waren. En met oud en nieuw hetzelfde. Dus ik had gewoon echt simpelweg geen tijd om te vloggen. Maar aan de andere kant ook niet erg. Want dan vind ik het ook wel weer lekker om nu een soort van weer fris in het nieuwe jaar te beginnen. Vanmiddag ben ik lekker. Ik ben eigenlijk de hele dag al alleen. Het is ook al gewoon 3 uur. Ik zit nog steeds in mijn pyjama. Maar we zijn wel gewoon lekker aan het chillen. En lekker een beetje, zeg maar, een soort van quality time. Hebben we met z'n vieren. Het is ook gewoon bijna knap dat ik het gewoon echt werkelijk waar elke dag weer voor elkaar weet te krijgen. Dat het overal in huis een troep is. Hoe dat gaat, ja, ik weet het wel eigenlijk. Want het is gewoon logisch met 3 kinderen. Maar echt, ga ik beneden opruimen. Is het boven weer troep daarna? Ga ik boven opruimen? Heb ik de helft opgeruimd? En is de andere helft van boven ook weer allemaal met troep bezuind, zeg maar. Zoals dit dan weer. Staat dan hier. Hoort dan weer niet hier. Kijk hoe schattig ook eigenlijk. Zo lief. Bobby en Charlie zijn zo veranderd in de afgelopen weken. Sinds dat ik, zeg maar, even niet meer vlogde. Zijn ze opeens echt heel anders geworden of zo. Heel groot en ze maken echt heel veel geluid. En ze kijken je heel anders aan. En ze zijn bezig met proberen terug te rollen. En zelfs ook al een klein beetje dat ze proberen van voor naar achter te buiten te schuiven. Ze zijn nu, morgen zijn ze 6 maanden. Gecorrigeerd dan. Maar ze maken echt zo'n sprongen. Zo leuk om te zien. Alles is opgeruimd. Mijn ouders zijn nog lekker op de koffie geweest. En nu ben ik eten aan het maken. We eten vanavond spruitjes. Die ga ik even koken. En dan ga ik ze daarna wokken met een uitje en een knoflookje. Die heb ik al gesneden. We hebben rijst. Die ben ik aan het koken. En we hebben nog kip in de koelkast staan. En die hebben we lekker gemarineerd. Maar die ga ik eigenlijk liever, die gaan we last minute bakken.
Omdat Ramos anders meestal zijn groenten niet wil eten. Dus we doen voortaan meestal eerst groenten en bijvoorbeeld rijst en daarna pas de kip. Dus dat gaan we dan doen. Ed is ook weer thuis. Hi. We zijn ook net twins, jij en ik, hè? Vreselijk eigenlijk dit. Alleen we zijn gewoon helemaal blij met deze draai, denk ik. Oh, dat bedoel je. Ja. Maar je valt trouwens meteen met de neus in de boter, want ik wilde vanavond een avondroutine gaan filmen. Nee, vanavond? Ja. Dus, Het is al druk zat. Vind je niet leuk? Ja, ik zou het vanavond niet doen. Ik zou het lekker een keer doen morgen of overmorgen. Oké. Okay. Wij zijn lekker aan het eten. Ik heb dit keer een banaantje met een peertje lekker geplet. Kijk eens, alsjeblieft. En het gaat eigenlijk steeds beter met eten. Ze snappen steeds beter, zeg maar, dat hun mond open moet. En dat er dan eten in komt, zeg maar. Kijk, dit bakje is gewoon al bijna leeg. Lekker hapje voor Charlie. Lekker hapje voor Charlie. Iedereen klaar is, ja? Charlie is nog niet klaar. Nee. Oké, we hebben gegeten en ik ga onze avondroutine voor jullie filmen vanavond. Het is 5:50 inmiddels. Ed is lekker aan het stofzuigen, want de hele vloer ligt onder met rijst en met van allerlei ander eten. Bob en Charlie laat ik in de kinderstoel zitten, want ik merk altijd als ik ze eruit haal dat ze dan gaan huilen en zo. En als ik ze erin laat zitten, dat ze dan gewoon lekker chill zitten. Ik ga nu beginnen met het aanrecht en de vaatwasser inruimen. Ik had de camera net niet aanstaan tijdens onze echtelijke ruzie. Hoezo? Kijk, wat het dus is. Het is dus 6:00 en we zijn aan het opruimen. De meisjes moeten nog in bad. Die moeten nog een fles. Ramos die is niet te genieten, want die is moe. Die gaat niet meer naar bed middags. Dus die is eigenlijk om 6:00 al moe. Ik hoef niet naar bed. Nee, je hoeft niet naar bed. Nou, ga maar lekker spelen. En Ed die gaat op zijn gemak staan stofzuigen. Een 30 minuten lang. Lekker tapijt. Ja, lekker het hele huis stofzuigen. Het is gewoon niet het moment. Dus dat was onze echtelijke ruzie. Maar nu hebben we het weer goed gemaakt, hè Ed? Toch? Beneden is alles opgeruimd. Ik heb nu dit klaargelegd om mee te nemen naar de badkamer. Aankleedkussen. Twee doeken om ze lekker in te wikkelen na het wassen, na het badderen. Twee luiertjes. Twee rompertjes. Twee pyjama's en nog twee doeken om ze lekker af te drogen. Deze dame mag lekker eerst. Die heeft haar broekje al uit. Luiertje moet nog uit. En dan mag zij als eerste gaan douchen. En we hebben nu zo'n bakje zeg maar in de badkamer staan. Waar ze dan in kan soort van zitten liggen. En Ramos is ook bij aan douchen. En Ed is er dan nu lekker aan het badderen. En dan wacht ik hier totdat ik er weer kan aankleden. Oeh, dat is lekker. Zo. Deze nog even lekker aan. Nog even lekker aan. Even aan het wachten tot je zus klaar is. Bobbetje is al lekker in de douche geweest. En Charlie is nu aan het douchen. Dus wij wachten tot jouw zus klaar is. Ja. Het is nog best wel moeilijk om in deze chaos alles te filmen van wat we aan het doen zijn. Maar Ed is hier een fles aan het geven aan Charlie. Bobby die ligt hier te kijken en die is de fles helemaal niet echt goed aan het drinken. En ik ben eigenlijk bezig met Ramos aankleden, ondertussen en zijn pyjama aandoen. Cupcakes! Ja! Cupcakes! En doe je mondje maar open? Goed open. Havermout! Hoe moet het? Zo. Oké, nou. Wij lekker samen een boekje lezen in jouw bed, hè? Van de dieren. Hé, wat hebben we hier? Wat is dit? Een poes. Ja. En dit een? Klein hondje. Een klein hondje, ja. Lekker even nog toetje insmeren bij de meisjes. Ik gebruik deze altijd. Deze heb ik echt serieus gekocht toen ik Ramos kreeg. En hij eet het nu nog steeds. Of tenminste, ik gebruik hem nog steeds, want ik gebruik hem maar heel weinig. Het is gewoon een lekker crempje voor in het toetje. Lekker naar het douchen. Wie mag er weer de rotzooi opruimen? Jawel.
Dan is het nu tijd voor koffie. Iedereen ligt in bed. Het is 7:50. Dus ja, ik ben helemaal blij. Als ik alleen ben, dan doe ik de kindjes niet allemaal in mijn eentje in bad hoor. Dat doe ik echt alleen als er erbij is. Ik ben natuurlijk best wel vaak ook zelfs alleen. Maar ja, nu zijn ze lekker gebadderd, helemaal schoon. En kunnen wij heel chill aan onze avond beginnen. Oh, we hebben nu een eettafel. We hebben nu een eten, of we noemen dat salontafel gevonden. Hij zit heel lekker. Huh? En hij heeft ook een lekker kontje. Hey. Ja! Het is vandaag zaterdag. En wij zitten in de auto met z'n vijven. Onderweg naar een cafeetje in het bos. Een cafeetje in het bos klinkt heel heftig. Maar het is gewoon ja, een gezellig boscafeetje. Waar je lekker kunt eten. En waar Ramos lekker binnen en buiten kan spelen. We zijn er. En het is zo leuk hier. Als je in de buurt woont. Het heet Het Boscafé. En het is in Oosterwijk. Kom maar schat. En je kan hier dus heel lekker buiten spelen, kinderen. En binnen is het ook altijd heel gezellig. Oh, gaat het? Oké, let's go! We hebben meteen een gezellig pakketje als we binnenkomen in meid. Maar eerst even lekker verschonen. Zo, en toen was het tijd voor een flesje. Papa en Charlie. Mama en Bobby. En Ramos. Ik heb eventjes een nieuwe methode gefixt. Kijk, ik heb ze naast elkaar gezet. Tada! Wij kijken voor de 388ste keer deze week Peppa Pig. Maar goed, wel chill, want we liggen hier heerlijk met een dekentje op de bank. Bobby en Charlie, oh, die zijn een beetje aan het spugen, maar die liggen dus hier. Heerlijk te spelen. Dus het kan niet beter voor een zaterdagmiddag. Vanavond ga ik lekker weg. Dus ik dacht, ik ga eventjes lekker chillen deze middag samen met Ramos en Bobby en Charlie en Ed. Soort van. Ze doet dus gewoon serieus. Kijk. Ze doet dus gewoon een beetje zo de kontje omhoog. En dan probeert ze dus gewoon vooruit te gaan. Hè? Dit is echt bizar. Kijk. En dan gaat ze een soort van vliegen. En dan, let op. Oké, nou doet ze het niet, maar... Ze is echt gewoon een soort van aan het oefenen met vooruitgaan. Ze is lekker eten aan het maken. Ed voor ons. Ik voor Bobby en Charlie. En jullie hadden gevraagd of ik wat vaker wilde delen wat Bobby en Charlie te eten krijgen. Dus, dat ga ik doen. Vandaag... Nee, dat kan daar niet, schat. Vandaag is het zoete aardappel en courgette, als je mee wil. Ja. En dat doe ik dan in zo'n apparaat. Zal ik zo even laten zien. Super handig, heb ik gezien. Jij wil meehelpen, denk ik. Volgens mij wil je meehelpen. Maar ik wil drinken. Oh, nu wil je drinken? Ja, ik wil drinken. Ah, ik was even aan het praten. Ja, want het is even drinken. Nee, ik was eerst even aan het praten. Ik heb dus een apparaat gekregen toen ik nog zwanger was. En die gebruik ik daarvoor. Super fijn. Praat jullie peuter ook altijd overal doorheen? Echt. Ik denk dat het gewoon nog tijd nodig heeft om dat te leren. Nee, niet duwen. En jij wil graag een vierde kindje. Ja, Ed, die vertelde mij dus iemand die wij kennen, en ik zal er niet veel meer over vertellen, maar die is dus zwanger. En toen zei Ed, en hij heeft het al vaker gezegd, nou, ik zou ook best nog wel een keertje willen dat jij zwanger zou worden en dat we dan nog een kindje krijgen, als het ons natuurlijk gegund is. Alleen... Jij wil niet. Ik wil dat niet. Nee, ik denk echt... Het is nu zo druk dat het met de vierde gewoon helemaal compleet chaos is. Ja, maar over het vierde jaar gaan ze niet allemaal naar school. En zijn wij 34? Dan ben ik 34, 35. Ja, dat kan toch? Ja, dat kan wel. Dan heb je gewoon een soort nakomertje als dat mag. Ja, en maar ik weet ook niet of we daar allemaal blij van worden. Maar ik wel. Het is wel. Maar jij bent gewoon bang dat we gewoon nog een keer een tweede krijgen. Ja, ook dat. Ja, dat ook. Want uiteindelijk... Die kans bestaat, maar het is niet aangetoond, althans, dat is het, het is niet aangetoond dat het erfelijk is. Nee, klopt, maar stel je toch voor, hé. Stel je voor, je krijgt de vorige keer dat we dus een echo gingen laten maken, toen schrok ik me echt kapot. En jij ook. Ja, tuurlijk. Maar... Uiteindelijk zijn we natuurlijk super blij en vinden we het mooiste wat er is. Maar ja, we schrokken het natuurlijk wel. Moet je dus nagaan als je dat dan nog een keer hebt, alleen dan bij 4 en 5. Doe het normaal. Een tijdje geleden in Center Parks, toen sprak ik iemand die zat met Ramos en mij in de jacuzzi.
Oh ja, misschien krijgt diegene wel. Die had 5 kinderen, dus dat is al wow. En die kreeg nu nummer 6 en 7, namelijk een tweeling. Ja. Wie van jullie heeft er ook een groot gezin? Of wie van jullie twijfelt er nog over eventueel, als het gegund is, uitbreiding van het gezin? Dit is trouwens het apparaat. Het is van Nutribaby Baby Move. En hier kun je dus in stomen en dan kun je het hier pureren. En ik ben er echt heel blij mee, want het werkt gewoon super handig. En het is trouwens broccoli geworden in plaats van courgette. Want die had echt nog over. En dit is hoe het eruit ziet. Dit is voor Bobby en Charlie. Dit is voor mij. En hier hebben we nog een lekker soepje. Oké, we zijn er. Ik zit hier alleen zonder stoel, want er was geen stoel voor ons gereserveerd. Dus nu zit ik een soort van op de grond. En komen ze zo meteen een stoel brengen. Oké, ik ben weer thuis. Iedereen slaapt hier al. Het is echt al 12 uur. Ik ben ook echt super moe. We hebben even een boterham met pindakaas aan het eten. Want ik had honger en ik had de hele avond nog niks gegeten na mijn avondeten. Dus die ga ik even opeten, lekker even wat drinken, make-up eraf halen en dan ga ik naar bed. Ik hoop stiekem dat ik morgen eventjes kan blijven liggen. Want morgen hebben we een nieuwjaarsbrunch. Dus anders wordt het vast een heel kort nachtje en daar heb ik eigenlijk geen zin in. Dus dat was in ieder geval echt een hele leuke avond. Hij deed het echt heel erg leuk. Dus ik weet niet of ik het nou per se qua inhoud heel erg inspiratievol of inspirerend vond. Maar de manier waarop hij het bracht was in ieder geval wel heel leuk. Dus ik heb ook wel gelachen en zo. En mijn moeder vond het ook leuk. Dus het was een geslaagde avond. Nu ga ik lekker een boterham opeten in de bed en ik zie jullie morgen. Goedemorgen, het is vandaag zondag. En wij zijn lekker aan het stressen om op tijd bij de nieuwjaarsbrunch te komen van mijn ouders. Pff, wat een gedoe altijd als je weg wil. Nee, iedereen. Kom je daar nog bij? Oh, het zijn gewoon die kleine dingen of zo die het dan druk of zo maken. Ja, jij moet nog vast. Dat gaan we inderdaad eerst doen. Hij gaat nog vast. En dan gaan we lekker. We hadden ook geen luiers meer, dus nu. Oh, echt gedoe. Nu maar heel snel naar mijn ouders. Ons huis is te klein. Ja, ons huis is te klein. Overal ligt troep. En gisteren waren we naar het boscafé en nu zit de hele auto onder de modder. En we zijn schoenen van Ramos kwijt. Dus die heeft nu te kleine schoenen aan. Nou, gaan we zo maar door. Het is heerlijk. Voor de rest hebben we er heel veel zin in. Ja, voor de rest is het heel leuk. Zijn we ook heel georganiseerd en zo verder. En ook niet gestrest en zo. Oké, nou hier, alsjeblieft. We zitten allemaal. Ed zit achterin. Ik kom die daar weer lekker. Oké, leg jij die daar neer. Ik kom hier niet. Oh, dan doe ik het voor je. Alsjeblieft. Maar we kunnen gaan. Oh, je wil hem toch terug hebben. Oké. Oh, en nou gaan huilen zeker. Muziek. Muziek. Wij zijn weer thuis. Het is echt super leuk vanmiddag. Ik heb niet echt iets gefilmd, want we waren met allemaal familie en zo. Nu ben ik even een hapje aan het klaarmaken voor Bobby en Charlie. Het is pas, hoe laat is het? Half 6 of zo? 10:05. Oh, 10:05. Maar we gaan ze nu eten geven en ze gaan allemaal op tijd naar bed. Want ze hebben dus letterlijk gewoon niks, gewoon niet geslapen vanmiddag. Ik weet niet wat ze al aan het doen waren, maar ze wilden gewoon niet slapen. En ze waren alleen maar of aan het huilen, of aan het kletsen, of aan het... Nou, in ieder geval dus niet slapen. Dus die zijn heel moe. Dus gaan ze gewoon vroeg op bed leggen en dan maar hopen dat ze morgen niet te vroeg wakker zijn. Maar ja, we gaan het zien. Ramosje geeft lekker een hapje aan zijn zusje. Hij doet het niet! Oh, doet hij het niet? Kijk hier, een handje maar uit de mond. Ja, goed zo. Knap hoor. Dan geef ik jouw andere zusje een hapje. Kijk. Wat een goede hulp heb ik. Lekker, lekker, lekker. Goedemorgen, het is vandaag maandag. En ik heb net Ramos met kinderdagverblijf gebracht. Ik ben nu op kantoor en even lekker meiswafels aan het smeren met pindakaas, want ik had nog niet gegeten. Vannacht trouwens echt super fijn slapen, gelukkig. Want gisteren was natuurlijk met Bobby en Charlie dat ze gewoon niet wilden slapen overdag. Dus ik dacht, misschien worden ze dan ook 's nachts onrustig. Maar niet. Ze hebben gewoon tot iets van 6 uur of zo geslapen en tot 6:30 nog een beetje liggen, die jengelen. Dus dat was best wel prima. Ik ga je vandaag nog even lekker een dagje meenemen, omdat ik wat later is begonnen met vloggen natuurlijk deze week. Dus deze dag plak ik er sowieso nog achteraan. Straks is naar de psycholoog, dus ik ben heel benieuwd hoe dat zal zijn.
Ben nu al volgens mij iets van 3-4 weken niet geweest. En dan is het nu tijd om lekker te sporten. Yay! Ja, ik heb echt heel het weekend niks gedaan. Heel bewust eigenlijk, omdat ik gewoon echt even een soort van rust nodig had. Dus ik ga nu lekker de maandag meteen goed beginnen. Ik heb een workout klaarstaan. Ik ga er eentje doen uit de NumaFit Mama app. Ik heb een bal heb ik nodig en ik heb een matje. En dus kan ik lekker gaan beginnen nu. Mij heeft mijn camera op ingezoomd gestaan de afgelopen weet ik veel lang. Dus ik hoop dat het alsnog een leuke vlog wordt in plaats van dat je de hele tijd ingezoomd naar mijn gezicht hebt zitten kijken. Maar goed, in ieder geval, ik ben net bij de psycholoog. Ik heb geparkeerd en ik heb dit boek meegenomen. Kan je zien, dit is mijn fotoboek die ik heb gemaakt over de ziekenhuisperiode van Bobby en Charlie. En daar gaan wij samen naar kijken nu. Dus, ja, ik heb, ik weet het niet. Ik heb er niet per se zin in, maar het is wel goed voor mij om dat te doen. Om erbij na te denken. En ik heb er geen zin in omdat het me heel erg raakt. Dat is ook de reden waarom, zeg maar. Maar oké, goed. Ik ga naar binnen en dat zit. Ik ben zo blij. Ik heb nieuwe lenzen. Yay! Ik ben eventjes langs de opticien geweest daarnet. Nadat ik mijn afspraak heb gehad. En ik heb nu dus daglenzen voor een, zeg maar, voor proef voor een paar dagen. En ze had mijn ogen nagekeken en die waren wederom echt best wel flink verslechterd weer, helaas. Inmiddels zit ik al op -4. Dus dat is best wel heftig, dat dan weer wel. Maar de ogen aan zich zagen er heel goed uit. Of tenminste heel goed. Gewoon normaal enkel wat droge plekjes van de lenzen. Dus ik kan gewoon weer lenzen gaan dragen, alleen dan net even iets andere. Dus ik ga nu daglenzen testen. Ben heel benieuwd. Misschien iemand van jullie die daglenzen heeft en dat een pluspunt vindt ten opzichte van maandlenzen. Let me know bij de comments. Ben ik benieuwd naar. Want ze zijn natuurlijk wel wat duurder dan gewoon maandlenzen. Maar ik ga het wel proberen. Verder, bij de psycholoog was het eigenlijk best wel gewoon prima te doen. Ja, het was toch iets minder confronterend dan ik had gedacht. Omdat het fotoboek vooral bestond uit foto's van de laatste periode van het ziekenhuis. En dat vind ik net iets minder heftig dan die eerste periode. Dus al met al fijn om ernaar te kijken met haar. En fijn om het gewoon weer eventjes te herbeleven. Nu ga ik nog even een uurtje werken. En dan komt Ramos zo meteen weer thuis. En dan gaan we lekker eten koken. Straks met z'n allen gezellig. Nou, er is in ieder geval altijd iemand heel blij als onze boodschappen er weer zijn. Hij gaat zichzelf even op een stapeltje leggen. Ja, precies. Maar in ieder geval, alle boodschappen zijn weer lekker binnen. Dus we kunnen uitpakken. Het is al bezig. Ja. Ja, ja. Alsjeblieft. Kijk, dit is mijn beoordelingscomité. Want ik ben hier aan het opruimen van hetgeen dat we hebben gegeten. Deze twee dames zijn aan het piepen. Dus die heb ik lekker hier gezet, zodat ze mee kunnen kijken. Alsjeblieft. Ik ga de vlog afsluiten, jongens. Ik heb geen idee hoe lang die is geworden. Want ik ben er echt altijd super slecht in om dat van tevoren in te schatten. Oh, gaan we gooien? Hier, iets voor jou. Maar in ieder geval hoop ik dat je het leuk vond. Ik heb natuurlijk de avondroutine opgenomen. Ik hoop dat je een beetje een duidelijk beeld hebt van wat wij dus daarin doen. Mocht je nu denken van, je bent een heel stuk vergeten of hoe zit dit of wat dan ook. Volgens mij ben ik niks vergeten hoor. Maar mocht je vragen erover hebben, dan laat het even weten bij de comments. Dan kan ik daar nog reageren of ik doe het in de volgende week vlog. Dankjewel voor het kijken. Ik zou het heel leuk vinden als je een duimpje omhoog doet. En als je abonneert op mijn YouTube kanaal. Tot volgende week. Doei.